Oh. Wat? Ja. Jongens, het klinkt als een cliché. Hij gaat het waarschijnlijk ook terugzien. Jongens, let op. Ik hoorde net van jouw lieve vriendin dat zij jou met één van jouw vrienden in de ring zou willen zien. Besef dat ik hier gewoon... Kan... Nee! 1 meter van je verwijderd. Nee! Oh, mijn pik! Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben hier net mijn dag begonnen. En ik ben eigenlijk al net klaar met het editen van de huisbraak aflevering. Jongens en meiden. Kijk, ik zal het jullie laten zien. Dit is dan een beetje hoe zo'n werkje er dus uitziet. Er gaat ongeveer zo'n 2 à 3 uur tijd in zitten om een huisbraak aflevering te maken. Maar uiteindelijk wordt die dan wel super gaaf. Dus jullie kijken gewoon de video, maar dit is al het werk wat er zeg maar in komt te zitten. Al die balkjes, streepjes, dingetjes, ja. Als je zeg maar nog nooit een video bewerkt hebt in je leven, dan heb je waarschijnlijk geen idee wat dit allemaal betekent. Maar jongens en meiden, een hele goede morgen en welkom dus weer terug eens bij een nieuwe vlog. Ik ga even lekker naar mijn keuken toe, want ik ben op dit moment alleen thuis. Jade die is naar Amsterdam volgens mij, want die had een afspraak. En ik heb net hier lekker broodjes erin gedaan. Even kijken, zijn ze al goed? Nee, nog niet. Op. Deze zaterdag vliegen Jara en ik naar het buitenland. Wordt super gaaf. Nu heb ik al heel veel van jullie in de comments hier raden waar het naartoe gaat. En heel veel van jullie hebben het ook al goed geraden. Maar jullie mogen nog een keer raden in de comments wat jullie denken dat de bestemming gaat worden. Ik ben dus weer lekker hier mijn broodje aan het maken. Kijk eens, pindakaas erin. Ik word dus altijd belachelijk gemaakt als ik pindakaas met boter neem. Maar jongens, laat me even weten, de mensen die dit ook altijd nemen. Pindakaas zonder boter is toch eigenlijk gewoon super droog? Wie staat er ook aan mijn kant? Of niet? Ik vind dat de boter het juist veel smaakvoller maakt, smeuiger en dus ook ja, gewoon lekkerder. Tijd om de deur uit te gaan, jongens. Oh, ik kan me niet voorstellen dat ik gewoon straks in mijn zwembroek weer op het strand loop. Daar kan ik er helemaal niets bij voorstellen. Ik heb het er namelijk over dat het steeds lekker warm is hier in Nederland, maar vandaag is dat toch weer niet. Het is toch best wel weer fris. Je ziet natuurlijk al die herfstkleuren en dan straks loop ik in een zwembroek. Heel raar. Echt hè, ik zeg het weer. Die eerste dag... De snelheidscamera. Oké, die doet het toch niet trouwens, is kapot. De eerste dagen dat het altijd al zo vroeg donker wordt, moet je er zo erg aan wennen. Wat me echt lijp lijkt om een keer mee te maken of om een keer heen te gaan, dus ook met de vlogs bijvoorbeeld, is naar zo'n land waar het bijvoorbeeld of niet donker wordt of nooit licht wordt. Zo, het zou maar de hele dag niet licht worden. Dan wordt toch helemaal gek. Ah, zo. Dan wordt toch helemaal gek. Speed trap reported ahead. Ja, deze heb ik een keer getest, jongens, in de vlog. Toen ging ik een kaart erheen rijden. En toen wachtte op een boete, maar ik heb nooit een boete gekregen. Kijk, dat is deze paal hier. Maar die zon hangt nu ook wel zo laag weer. Kijk, hier staat nog die flitspaal. Die werkt ook niet. Ik heb dus een leuk dingetje, jongens. Jullie zien misschien wel eens vlogs van mij waarbij ik de titel verander of waarbij de thumbnail veranderd wordt. Zo heb ik dus een video van die gisteren dus online gekomen is. Voor mij op dit moment moet die straks pas online komen. Maar ik heb dus de keuze nu uit deze thumbnail en uit deze thumbnail. En ik heb heel vaak dat ik aan mijn thumbnailmaker vraag, joh, kun je misschien 2 of 3 versies maken van bepaalde onderwerpen? Dan kan ik altijd switchen om te kijken wat beter aansluit bij mensen, wat mensen leuker vinden of wat beter werkt. Gewoon heel slim natuurlijk. En nu ben ik dus aan het twijfelen tussen deze thumbnail of die. En ik heb dus een poll op Insta gezet over wat jullie eerder zouden aanklikken. Soms is het heel moeilijk om zeg maar het brein van iemand anders in te schatten van oké, waar zou een mens eerder op klikken? Is dat dit? Of is dat dus dat bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk een struggle die, of tenminste is geen struggle, dat is een ding van mijn werk, van het vloggen, wat je elke dag soort van moet berekenen of inschatten waar mensen op gaan klikken natuurlijk. Naast dus het editen wat ik eigenlijk vanochtend liet zien, heb je dat dus ook. De thumbnail is inderdaad vet belangrijk voor je vlog altijd. Ik zeg altijd, een titel en een thumbnail zijn bijna de meest belangrijke dingen voor een vlog. Daar lok je namelijk de mensen mee. Maar ik sta hier heerlijk in de file. En ik moet ook zeggen, ik wil niet zeggen dat het per se een talent is, maar het is wel een kunst wat je in je moet hebben om te weten waar mensen op klikken. Ik zie heel vaak namelijk beginnende vloggers en dan zie ik ze een titel gooien als naar de dierentuin. Ja, nobody gives a fuck. Je moet er dan iets spannenders van zien te maken. Ik zit natuurlijk al 10 jaar in de YouTube game, dus ik weet wel op zich hoe dat allemaal moet. Maar soms verbaas ik mezelf toch wel eens dat een bepaalde titel zo goed aanslaat en dan een andere waarvan je denkt, oh, deze gaat echt werken, totaal niet aanslaat. Zo jongens, ik geef even hier een gratis cursus YouTube. Hey. Ik ben benieuwd of jullie het wel interessant vinden als ik wel eens dit soort dingetjes vertel. Of dat ik dit vaker, dit soort inside dingen moet laten zien. In principe, het YouTube-wereldje blijft altijd natuurlijk wel apart. Wij in ons eentje als YouTuber zijn, de trekker natuurlijk meer kijkers dan de gemiddelde tv-show waar 20, 30 mensen achter zitten. Best raar om over na te denken soms, eigenlijk. Oh, ik word ingehaald door een motor. Ja, die kan er lekker langs. Hoppa.
Pokkoetje dit hoor, pokkoetje dit. Oh, mijn opa en oma kijken deze vlog ook. Pokkoe betekent nummer. Liedje. Of voor alle andere oudere mensen die deze vlog kijken. Geloof het of niet, maar uiteindelijk is het nog steeds iets anders geworden. Zie je, zo blijf je gewoon een half uur twijfelen over wat is nou de beste optie. Nou, dit is hem geworden hoor. Hey, toppie. Jongens en meiden, ik zit hier naast mijn dikke zusje. Hey. Hey jongens, dit is mijn dikke zusje. En ik heb natuurlijk gisteren of eergisteren huisbraak bij mijn dikke zusje opgenomen, jongens en meiden. Daar wist nee, haar... het is dikke zus. Oh, bij mijn dikke zus opgenomen, jongens. Daar wist ze natuurlijk helemaal niks van. En het leek mij leuk, want ik heb dus ook met jou dit gedaan... om dus eigenlijk een beetje terug te gaan kijken op de huisbraak. Om te laten zien hoe ik het allemaal gedaan heb. Zodat zij dus ook zeg maar weet hoe het gegaan is. Ja. Dus we hebben hier zo de huisbraak aflevering. En ik wil eigenlijk gelijk al een beetje beginnen bij het begin. En dat is dus het moment dat ik binnenkwam bij jou. Trouwens, als je de video niet gezien hebt, dan raad ik je eerst aan om die video te kijken van huisbraak. En daarna pas deze video dus. Ja. Komt ie. Okay. Ben je benieuwd? Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog niks gezien. Oké. Nou, kijk eens aan. Hier reed ik dus. Oké. Jongens. Ik hou Melanie de locatie in de gaten. En Jeremy is hier vandaag. We zijn aan het rennen. We zijn in de straat. Oh. Ik ben er. Had je hier al stress? Tuurlijk wel, ik had stress. Terwijl je wel maar wist ik wist dat jij bij de tandarts was. Ik zou Jor niet meer vertrouwen als ik jou was. Nee, hè? Hij vertelt jou dit niet. Hij is wel sneaky bastard eigenlijk. Maar hij heeft wel broken met jou. Ja, oké. Ik zie ook echt aan heel jouw gezicht dat je super zenuwachtig bent. Oh, je bent via de garage naar binnen gegaan. Ja. Zou jij de garage deur kunnen open doen? Ja, ga ik doen. Kom maar aan. Oké, okay, top. Thanks. Ja, dat is wel een goede via de garage. Ja, ja. Ik zag trouwens ook heel veel reacties van jullie over van ja, Gio, je hebt eigenlijk meer in de garage gezeten dan in huis. Maar je beseft niet op dat moment hoe spannend het is om te doen. En in principe, de garage telt ook gewoon, want dat valt ook onder je huis. Ja. Kijk, ik had ook heel de dag daar kunnen gaan zitten. Dan had het niet leuk geweest. Nee, dus... dat had saai geworden. Maar ja, je moet ook nog een aflevering aan elkaar zien te praten. En ik kan gewoon niet praten boven bij Mel in de huis. Dus daarom dacht ik, oké, dan probeer ik gewoon te praten in de garage daar zo. Ja. Want anders kan ik niet eens mijn aflevering maken. Nee. Ik moet heel de dag mijn mond houden. Ja, dat schiet ook niet op. Let op. Hey! Alles goed? Ja, wel. Kijk eens jongens, we zijn er. Ik ben nu nog veilig, hè? Ja, je bent nog veilig. Is ze bij de tandarts nu? Ja, en zo kwam ik binnen. Oké, nou dit was natuurlijk dat momentje jongens. Nu komt eigenlijk het eerste moment dat ik... kijk, ik was ook jouw locatie. Oh, ja. Heb jij niet gezien dat mijn locatie uitvond trouwens? Dat nee, heb je ook niet naar nee, gekeken. Ja, ik heb ook helemaal niet naar... Nee, ik dacht ik ga lekker naar de tandarts ja, en Jor okay. was thuis. Dit is ook een mooi moment, want dit heb je helemaal niet gezien. Dus nee, natuurlijk ook. Ik ben heel benieuwd. Gelijk naar beneden. Oh ja, het staat in mijn kamer. Gelijk. Oké, 3. Ik kom ze! Ja, dan! Zo, maar dan heb jij geluk! Want ik heb wel altijd gewoon, als ik uit de auto stap, dan kijk ik vaak gewoon een beetje rond. Ja, maar daarom dacht ik ook, ik moet nu gelijk weggaan, want anders zie je mij straks. Stel je voor, dat wel... Zo, maar hoe snel heb jij dan gerend? Ja, heel snel. Ben je niet bijna op je weg gegaan? Nou ja, hier, kijk maar. Hier. Hoppa, hoppa, hoppa. Ze is er. Kan jij mijn koffie opruimen? Oh, je hebt even een koffietje zitten drinken. Oké, we gaan eventjes door naar het volgende moment. Ik heb hier gewoon natuurlijk, dan moet je dan maar de aflevering kijken. Ja, we gaan niet te veel verklappen als je het nog niet gezien hebt. Nee. Dan, dit is echt, zo, mooie kop hier. Dit is echt een ziek moment. Let op. Dit is de droom waar jij het over had, want die beelden heb jij nog niet gezien. Nee, ik heb nog niks gezien. Welkom bij het huis van Mel. Kijk eens. Welkom bij het huis van Mel. Heb je helemaal niks gehoord? Nee, ik heb echt niks gehoord. Maar het waaide ook heel hard, hè. Dus de wind hoorde ik wel. Maar wat dacht je dan toen je die drone zag? Wat dacht je? Ja, het ging super snel. Het was echt... Ja. Hij ging naar beneden en toen... Of echt voor het moment dat ik überhaupt kon kijken, ging hij alweer omhoog. Ja. Ja, heb ik het nou goed gezien of niet? Ja, maar zie je, dat was precies hetgeen wat ik bedoelde. Van, als ik te lang blijf zweven, heb ik wel gaaflijke beelden. Maar dan... Nou ja, had jij gelijk de link gelegd met dat ik het dan was geweest? Dat ook niet, denk ik. Nou, nee, maar het is wel heel raar als er een drone stil blijft hangen voor een raam. Ja, oké, maar je had niet gelijk verwacht dat ik het was, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik ga eerst hoger. Oké, maar ik kan ook. Oh, ik ben heel benieuwd of je mij dan echt ziet staan. Kijk, ja, hier komt ik zag je echt net. Let op. Wacht. Ik weet wel dat ik zo heb gekeken, maar... Oh mijn god. Oh mijn god, jongens, daar zit ik. In de oh ja, schuur. Daar in de schuur. In de schuur zit ik. Let op. Ik weet dus niet of ze mij gaat zien. Kan je überhaupt vliegen? Oh, ik ben heel benieuwd. Kijk. Oh! Ik zie haar. Ja! Ik zie haar! Ja. En op het moment ja. dat... Jongens, ik zie haar.
En toen, volgens mij keek ik net en toen... Hier, zie je? En toen ging hij weg. Ze staat de was op te bouwen. Hoppa! Ja, dat was echt... Jongens, ja, nogmaals, je moet echt, als je dit allemaal niet gezien hebt, moet je echt even de aflevering kijken. Nou, toen heb ik hier zo nog rondom je huis rondgelopen. Kijk, hier zo, dat heb ik gewoon... Oh ja, toen ging jij een pakketje wegbrengen. Dit waren denk ik misschien wel samen met de drone de coolste beelden. Alleen wel straks let op. Weer terug. Dit heb jij niet gezien. Ik heb hier echt anderhalf uur ingezeten of zo. Ik had hier misschien... Nee. Heb je in de grapkast gezeten? Ja, want zelf zag ik jouw schoenen. Toen liet jij je schoenen. Ja, die had ik daar achtergelaten. Hoe heb je dat gedaan? Hoe kan ik niks gehoord hebben? Oh, mijn camera valt bijna. De kattenbakken. We gaan het gewoon op slot doen. Oh, lekker stinken zijn die kattenbakken. Het licht uit. Let op, jongens. Hier hoor ik jou thuis komen. Besef dat ik hier gewoon... Kan... Nee! 1 meter van je verwijderd! Nee! 1 meter van je verwijderd! Dit is... Dat klepje! Hij zei alleen dat ze morgen pas meegaan, maar ik dacht dat als je voor 5 uur... Ja, ik hoorde wel iets in die trapkast, hoorde waarom, ik... Waarom ben je niet gaan kijken dan? Ja, weet ik veel. Je dacht dat het gewoon de kat was? Ja, ik dacht dat ik denk er toch niet over na. Misschien zit er iemand in de trapkast. Stel je voor, als ik op dit moment gepakt was, jongen. Dat was wel echt een ziek mooi moment geweest op beeld. Er staan superveel spullen daar voor hetzelfde geld. Maar ik had ook de deur op slot gedaan, dus je had hem niet eens open kunnen doen. Nee, maar dan had je natuurlijk wel gedacht... Weet je wat ook heel dom is van mij? Dat ik die sleutel dan niet heb zien zitten eigenlijk. Want die zat aan de binnenkant. Ja, maar ja, dat, is dan ook gewoon, dat zijn dingen waar je niet op let. Nee. Nou... Moest hij ook zo stil zijn, jongens. Zo stil. En toen op een gegeven moment dacht ik, kijk, ja, dit hier. Hier loop je. Ik doe hem weer open. Ja, maar hoe kan ik dat ook niet gehoord hebben? Ja, omdat je er gewoon niet van uitgaat. Nee. En dat is eigenlijk zo lijp aan het menselijk, zeg maar, als je het niet weet, dan weet je het ook gewoon. Nee. Wat? Nou, ik ben helemaal... Ja, het stonk daar echt ziek erg. Hier, nog nee, een keer. Nee, dit is heel bizar. Maar dat klepje is best gehoren. Ja, maar je hebt het niet gehoord. Ja, want één keer dacht ik ook van, oh kut, nu maak ik echt te veel geluid. En toen heb je het gewoon niet gehoord, ook. Ja, maar wat jij zegt, je denkt daar gewoon niet over na. Nee. Nou, toen ging het verder, uiteindelijk... Ja, want wij zijn ook nog mee. Ja, naar de dierenarts. Oh ja, volgens mij hebben we ook nog een stukje van gefilmd. Nou ja, toen ging het... Maar ben je ook nog alleen in huis geweest toen wij allebei weg waren? Ja. Ik was hier gewoon... Dit was het ooit. Ja, die was niet gevallen. Oké, we gaan even door naar het volgende. Want hier heb ik dus ook nog gewoon in huis. Ik heb nog... dit. Nog een andere confrontatie. Ik zat dus hier achter. En dat weet jij natuurlijk ook nu. Dat heb ik je verteld. Hier, daar kom je. Hier. Ik dacht op een gegeven moment van... Kut, ze kijk recht naar de camera. Maar dat keek ze dus gewoon niet. Ging je hartslag niet ziek meer? Ja, want dat vond ik wel echt... Dat was ook echt heel raar. Wat? Nou, dat ik hoorde iets vallen of zo. Ja. En toen dacht ik van, ik ga even boven kijken. En toen stond die deur open. Ja. Terwijl ik die deur normaal altijd dicht doe. Ja. Maar ja, verder. Ja, je denkt daar ook niet over na. Je denkt, nou, dan zal ik hem even open hebben gelaten of zo. Dan, dit. Ik was hier dus gewoon met John aan het praten. Terwijl jij aan het koken was of iets. Ik weet niet precies wat je aan het doen was. Let op. Toen ben ik dus via de voordeur ben ik gegaan. Ik ga er vandoor. Doei. Nee. Ik dacht nog van dadelijk komt ze nu John een kus geven of zo. Dus ik dacht, nu moet ik echt eigenlijk snel weg zijn. Hier zo bij het raam. Wat was ik hier aan het doen dan? Ja, koken denk ik zoiets. En hier zie je trouwens de ring deurbel hangen. Melanie heeft dus achteraf de meldingen teruggekeken. Zij heeft gewoon kunnen zien dat ik daar was. Ja. Ik heb ook een reactie gekregen van een van jullie die zei dat het, of die beweerde dus dat het nep was. Dat huisbraak niet echt was. En die zei, ik zal hem even voorlezen. Meerdere mensen van jullie zeiden dat trouwens. Je ziet bij 23 oftewel hier gewoon een ring doorbel. Ze krijgt vast geen melding trouwens dat jij in de buurt van de deurbel bent geweest. Op 28.6 zie je ook meteen links op haar telefoon kijken. Dat komt omdat ze dan een melding binnenkrijgt. Maar jij hebt meldingen gekregen. Alleen je hebt niet gezien. Nee.
Ja, ik moet zeggen, ik kijk ook niet elke melding die ik krijg. Weet je, ik krijg echt 80.000 meldingen en ik geef... Ja, jullie wonen aan de straat. Gewoon als iemand voorbij loopt, dan krijg je daar een melding van. Ja, maar Jorn die ging sporten. Dus als hij dan afgaat, dan denk ik van het is Jorn. Want hij gaat sporten, ja. Ja, jongens, dus nee, het is niet fake. Nee. Het is niet ik fake. Ik heb oprecht echt niks doorgehad, nee. Dus... Maar hier ga ik er langs, let op. En onze keukenraam is ook heel erg... Dicht, hè? Ja, dat is wel kan ik in de garage naar binnen weer? Ja, hij is op. Ja? Draaien. Oké. Okay. Hé, hey, hoppa! En toen zat je weer in de garage. En toen zat ik weer in de garage. Dan heb ik hier volgens mij een aantal uur gezeten. Heb ik nog een biertje. Biertje! Op een gegeven moment kwam er een buurvrouw met haar fiets. Oh. Ik daar zo zat ik mijn biertje te drinken. Echt? Ik had mijn camera toen ook niet aanstaan. Het was fucking ongemakkelijk. Ik zo, hallo. Zij zo, hi. Heel ongemakkelijk. Wat ben je aan het doen? Ik sta in de keuken. Ah, meisje. Ik ga zo kopen. Wat heb je vandaag gedaan? Dat was gewoon ook nep. Tenminste, dat was wel echt. Jongen, maar zeg maar, jongen. Je hebt hier ook niks van doorgehad. Nee, ja, ik denk, jij belt me gewoon even. Dat is toch niet zo raar. Oh, wat was dat? Oh ja, kijk, dit is die andere, het andere moment dat mensen zeiden dat je een melding moet gekregen hebben. Let op. Kijk, dit was ook toevallig dat je precies aan de achterkant kon filmen. Dit is het huis. Stel je voor dat jouw buren mij zo zien staan daar. Ja, echt hè. Dat was onze overburen. Ja. Kijk, hier zegt iemand dat je op je telefoon kan, maar je kijkt helemaal niet op je telefoon volgens mij. Waar kijk je überhaupt naar? Voor mij kijk je gewoon naar je pan of zo. Omdat mensen zeggen ja dat je hier een melding kreeg. Ja, als nee, je... ik weet het waar ik naar keek. Ik was hier aan het koken en ik had het recept op mijn telefoon staan. Want Jorn die had het recept naar mij toegestuurd. Dus ik was aan het kijken hoeveel moet ik gebruiken daarvan. Dat was het. Stel je voor, maar je hebt ook een melding gekregen. Dus je hebt gewoon zoveel momenten gehad dat je mij had kunnen pakken. Ja, het had of dat je het had gezien. En het is gewoon niet gebeurd. Dat is wel het lijpen, jongen. Dat is wel echt... Ja, op zich wel echt leuk. Nou ja, toen... sokken. Uiteindelijk. Oh ja, heb ik hier... Dit is ook nog een confrontatiemomentje. En eigenlijk wil ik daarna het een beetje hierbij laten. Want dat was de rest, jongens. Dan moet je echt terugkijken in de aflevering. Je hebt me echt veel gezien eigenlijk. Ja, kijk. Alleen een schaduw heb ik hier. Hier. Ziet er ook echt vet eng uit. Maar die was ook wel cool. Jeetje. Zo jongens, en dat was het inderdaad. Ik vond het heel leuk om hier even op te reageren. Om Melanie de oogpunt ook te zien. En vind je het eng? Voel je nog veilig in je eigen huis? Ja, het is dat jij het bent. Stel je voor dat er nu ook iemand in je huis zit. Ja, maar het is gewoon heel eng dat je het gewoon... Echt niet weet. Nee, je denkt er gewoon niet misschien over zit er na. Nu op dit moment ook wel iemand in mijn huis. Dat ik het niet weet. Dat iemand vandaag een aflevering opneemt. Dat ze mij nadoen ofzo. Wat eng jongens. Nee, daar moet je niet te lang over nadenken. Nee. Jongens, let op. Ik hoorde net van jouw lieve vriendin... dat zij jou met één van jouw vrienden in de ring zou willen zien. Met wie zou je hem in de ring willen zien? Gewoon één van zijn vrienden of zijn vader of zo. Als ik dan de slapste vriend van mijn vrienden zou moeten kiezen... Jelle, je komt ook vaak in mijn vlogs. Die dan denk ik. Hij hoorde net van jou... Waarom, ouwe gast? Ik ben echt niet de slapste. Jij bent sowieso de slapste, ouwe. Echt, jongen. Oh, teringlijn, jongen. Jongen, dan ben ik echt... Cor! Dat is wel dik, hè, ouwe. Hij is ziek. Wat? Cor, denk je dat ik hem pak? Hij is echt ziek, dus je kan hem pakken. Wacht. Nee. Maar hij is gewoon van mij. Ik ben de slapste guy van heel de vriendengroep. Oh, dat ben ik ziek, man. Kom, hè. Oh, nee. Yo, ik ben echt ziek. Dering, joh. Oké. Okay. Hé, dat ik ziek ben. Jongen, je bent fucking slap, ouwe. Oh, hij ligt de hele avond met hoofd. Hé, hey, Dering. Dering. Oh, mijn pik, man. Oké, okay, boys, wie denken jullie dat ik pak? Jongen. Denken jullie dat Jelle mij pakt of denken jullie dat ik Jelle pak? Let's go boxen in Florence. Let's go, ouwe. Tik af.
Tik af. Hij tikt af. Hij tikt af. UFC boys. Zo. Jelle, maak je dan niet zo druk. Je bent ziek. Tering, ik heb kop en mijn koorts, ouwe. Jij ligt niet bij. Doet het pijn dat ik jou koos? Wie had ik dan moeten kiezen? Alex? Nee, ik ga geen namen noemen. Nee, hey, dat is mijn telefoon. Ik ben ze niet, man. Namen noemen. Had ik Cor moeten kiezen? Oh, maar pak ik ook makkelijk, ouwe. Cor is lang, ouwe. Kijk, Cor is lang. Cor is gewoon 1 meter, bijna 1 meter 95 of zo, bro. Jongen, als ik... Nou ja, laat me zitten. Ik ga je niet eens jullie zeggen. Zeg dan. Oh. Oh. Ik denk dat we even de camera uit gaan doen, want... Ja, gast, ik vreet je op. Dit is zo'n raar citaat. Oh, oh, pak hem, pak hem, pak hem! De buren bellen aan. De buren? Ah, nee. Wat nou? Wat nou? Helemaal niks, man. Helemaal niks is die gast. Jongens. Hey, tering meien! Er moet ook gegeten worden tussen sporten, jongens. Wat is dit nou weer? Oh. Wat de fuck? We gaan even eten. Kom, hey, dus, donut is in zijn gezicht. Nou, wie? Donut is in zijn gezicht. Wat zeg je dan? Ik denk dat ik Jelle kan pakken. Hey, jongens, het klinkt als een cliché. Hij gaat het waarschijnlijk ook terugzien. Volgende keer is hij voor mij. De volgende keer is hij van mij. Nu lig ik ziek op bed. Nu heeft hij mijn zwakke moment. Ik lig lekker met Bo in bed. Zwakke moment. Gio, de volgende keer bij jou thuis gaan we heel de vloer volleggen met kussens. Met dekbedden. En dan gaan we nog een keer sparren. Pap, pap, pap. Maar jongens, Gio is niet slap. Hij mag er best zijn. Maar we moeten wel nog gaan zien wie er echt zou winnen in. Niet een gevecht natuurlijk, maar in een stoeipartij. In zijn huis, allemaal kussens. Bo? Nee, geen goed idee. Wat ben jij? Wat denk je nou weer voor? Wie denk jij? Win Gio, win ik. Gewoon een stoel, hè? Geen ruzie, geen gevecht. Wie wint drinken? Bo, dit is een relatie bepalend, dat weet je. Nee, gij. Weet ik niet. Nou ja, weet eerlijkheid, maar wel op een zwakke moment. Jij hebt wel heel lang actief gefitnessed, dus ik denk jij. En? Dat zou ik niet doen, want je bent nu niet meer actief daarin bezig. En eerlijk? Hij pakt me op mijn zwakke moment. Ja, je bent nu ziek, ja. Hij stond hier ook opeens voor de deur. Ja, het is echt een prachtige vent gewoon. Oh. En ik zat ook gewoon, Bo lag gewoon op bed. En opeens zegt ze, Jelle, kijk dan. Laat ze die TikTok zien. Wie is je slapste vriend? Jelle. Ja. Ik zeg, gast, wat de hek, op wat is dat gebaseerd? Maar goed, we gaan het zien. Hey, eigenlijk schiet mijn idee naar binnen. Eigenlijk wat we een keer moeten doen met de vriendengroep is een soort stormbaan. Want... Ja, wat is sterk? Wie is de slapste? Wie is de sterkste? Stoeien en vechten is allemaal niet leuk. We moeten een keer voor de vlog een stormbaan gaan doen. Het zijn twee dingen. Of we gaan stoeien, gaan we heel die vloer bij jou eronder leggen. Onder de kussens. Onder de kussens. Of we gaan een stormbaan doen. En dan gaan we kijken. Ik stem voor stormbaan. Ik denk gewoon met z'n allen stormbaan. Iedereen. Ah, jongens, ik heb even een karompje genomen. Lekker. Ik heb even gewoon lekker tijd voor mezelf genomen deze avond. Even lekker gechilled. Bij de matties geweest, even langs geweest, even een dingetje uitgevochten. Hè? Jelle nam het me heel erg kwalijk dat ik deze TikTok over hem... Of tenminste, nou ja, ik werd soort van... Eigenlijk in dat interview werd ik uitgedaagd van met welke YouTuber wil jij de ring in? Ik dacht, ah ja, weet ik veel. Toen zei ze, ja, Dylan Hagens, maar ik heb niks met Dylan uit te vechten. Maar met welke YouTuber zou ik überhaupt de ring in willen? Toen zei ze, ja, misschien je vrienden. Toen dacht ik gewoon, oh, waar is mijn auto eigenlijk? Waar is mijn auto? Ah, daar. Toen dacht ik gewoon, Jelle... Fuck it. En dat vond Jelle niet zo leuk. Kijk, ik sta bijna tegen de stoep aan. Maar alsnog, zie je, hij is zo breed. Dat ik alsnog bijna op de weg sta. Nou, maakt niet uit. Hop, we gaan erin. En let's go. Ik ben net weer thuis. Jongens, meiden. En Jade heeft wat afspraakjes gehad en weet ik veel wat. En ze had dus een paar keer moeten parkeren vandaag in Amsterdam. En nu is de vraag dus of ze een velgbeschadiging heeft. Want ze appte mij en ze zei, ja, ik denk... Oh, de eenden. Je denkt dat je velgbeschadiging hebt. Nou, ik reed het parkeergarage uit. Aan de linkerkant stond een hek en aan de rechterkant een stoep. En het was wel echt super smal. Ja. Dus ik moest wel. En ik ga naar links en ik hoor gewoon krik. Maar het is deze dan, denk ik. Oké. Nee, ik zie niks. Ik zie ook niks. Ja, maar jij, het kan ook je band zijn, hè? Ja, maar het was echt een geluid dat ik nog nooit eerder heb gehoord. Wat is dit? Weet je wat gelukkig aan Jade, dat haar banden, haar velgen vallen zeg maar in de band. Dus zeg maar het eerste wat het zou raken is je band en dan je velgenpas. Oké, hier ook niet. En dan de laatste. Wat? Ja. Niet, helemaal niet. Oh mijn god. Nee.
Is dit niks? Oh, daar ben ik blij mee. Kijk, een vogel van katten, man. Oh, dreetje. Hoe vaak heb je me al geappt? Dat je dacht van, oh. Ja, maar normaal hoor ik wel of het mijn band is. Dan hoor je gewoon zo'n soort rubber. Maar nu hoorde ik echt alsof je zo'n mes over je bord haalt. Echt zo'n schrapend effect. Dan was het waarschijnlijk weer je band. Hoor die ene, jongens. Hoor die ene. Ze zijn er nog steeds, hè. Dat was Pipi die we hoorden. Zeg maar, ik zag heel vaak van jullie van, Gio, leven de ene nog wel? Zijn ze nog steeds bij jullie? Maar omdat het nu, zeg maar, wind is, zoeken ze steeds meer een beschut plekje om daar soort van te chillen. Dus normaal gesproken kwamen ze elke dag langs, scheidt het heel terras onder. Dus aan de ene kant ben ik wel blij dat ze niet meer, ja, klinkt misschien stom, maar elke dag langskomen. Want dan scheidt ze tenminste het terras meer onder. Maar ze hebben gewoon een plekje nu, denk ik, ergens. Ik ben blij dat jouw ene niet met het hele terras onderscheidt. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dit is mijn ik doe mijn kleding uit hoopje. En ik ga lekker in bed liggen. In plaats van je ruimt het even netjes op. Nee, zeg maar, je gooit het op een hoopje. En je gaat gewoon lekker in bed. En je denkt, oh, ik doe dat de volgende dag wel. Snap je? Snap je dat gevoel? En nu is de vraag, ga ik het ook morgen ook echt daadwerkelijk opruimen? Dat is nogmaals de vraag. Dit was de vlog. Jongens en meiden, bijna op vakantie. Ik hoop jullie allemaal daar te zien. Bedankt voor het kijken. Doei en ik zeg, later!